Goeiedag. Hallo. Hier een boodschap vanuit de live, vanuit de auto, moet ik zeggen. Ik krijg geregeld de vraag van mensen. Hey Vincent, heb jij nog merchandise? Of heb jij ook merchandise? En dan zeg ik, ja, maar natuurlijk heb ik merchandise. Doe eens even lekker normaal, man. Ik heb geweldige merchandise zelfs. Ik heb bijvoorbeeld hier heb ik een blauwe Wuppie. Dat is een blauwe vakantie Vincent's Wuppie. Wel te verstaan. Dat is merchandise, die is niet voor de poes. Deze is slechts €23,95 voor de blauwe vakantie Vincent's Wuppie. Gaan we verder. Heb ik hier een witte Wuppie. Een witte vakantie Vincent's Wuppie. Dat is heel leuk, want die is niet blauw. Die is wit. En die is ietsjes duurder, omdat die wit is. Maar ja, ik snap dat iedereen dat wel snapt. Ik begrijp het. Maakt niet uit. Die is €34,95. Exclusief verzendkost is alles, hè. Ik ga er natuurlijk niet op toeleggen. Ik verdien al heel weinig eraan, dus... Het zijn eigenlijk cadeautjes, zo moet je het zien. Dan heb ik hier ook nog. Godverdikkie zeg jij! Kijk toch eens uit, man! Dan heb ik hier ook nog een vakantie Vincent's elastiekje. En dit is een heel bijzonder elastiekje, want dit elastiekje. Zie je? En in principe is de kopie, die zijn €12,95 voor het vakantie Vincent's elastiekje. En ja, daar kan je natuurlijk de blitz mee maken, weet je wel, op school of gewoon in het café. Dat mensen zeggen, hé, wat heb jij daar nou, man? Dan zeg je, ja, een vakantie Vincent's elastiekje. Dan zeggen die mensen, wauw, wat gaaf. Dan zeg je, ja... Dus die heb ik. En natuurlijk niks minder dan de echte originele half afgekloven vakantie Vincent's tandenstoker. En nou, ik denk dat iedereen wel begrijpt dat dat een collectors item is. Hè? Daar zijn er niet zoveel van. Dus die wil ik waarderen op een kleine €54,95. En t-shirts zijn nog in de maak. Dan ga ik t-shirts maken en daar pleur ik mijn hoofd op. En, maar goed, die komen er dus aan. Dat is een grote verrassing. Dus dat eigenlijk. Mail me. Mail naar jemoeder43@hotmail.com. Als je ze een van die toppers wil bestellen, dan zorg ik dat het zo snel mogelijk jullie kant op komt. Ik persoonlijk niet. Ik zorg dat een van mijn assistenten dat voor jullie regelt. Ik ben natuurlijk geen kapitalist, maar ik ben niet vies van een centje. Hè? Van een centje.